We hebben de open dag met onze activiteiten, kinderactiviteiten, jeugdactiviteiten, muziek uiteraard, diverse sponsors die zich promoten hier, uiteraard seizoenkaartverkoop, kidsclub. Ja, we hebben vandaag voor het eerst sinds jaren weer een wedstrijd gehad. NAC tegen RKC, open voor alle publiek. NAC en RKC zaten lekker door elkaar op de tribune, dus ook wel leuk om te zien. Helaas is de wedstrijd verloren gegaan, maar ja, alles loopt. En de open dag zelf, verloopt tot nu toe buiten de nederlaag prima? Ja, het is ideaal weer. Het is niet te heet. Gisteren hadden we natuurlijk dramatisch weer en hielden we ons hard vast. Qua opbouw zijn we ook vandaag pas begonnen in plaats van gisteren al wat de bedoeling was. Maar ja, we zijn tevreden erover. Dus mensen zijn tevreden. De wedstrijd werd goed ervaren. Je ziet alleen blije gezichten. Ook vooral mijn kinderen die hier nu de rondleiding aan het doen zijn. En zometeen gaan de spelers het plein op. En dan kunnen ze foto's maken en handtekening met alle spelers. Dus dat is voor de meeste mensen toch wel een van de hoogtepunten van de dag. Ja, en hoeveel man is er nu ongeveer? Ja, dat is altijd heel moeilijk schatten. Als je nu kijkt wat er op de tribune zat, globale schattingen, wat er buiten rondloopt, schatten we zo rond de 10.000 mensen. Oké, dankjewel.